We hebben gebak gegeten met z'n allen en we hebben echt wel even gejuicht. Maar ja, als we bij de laatste drie horen, nou, dan denk ik dat we bijna het dak uitspringen. Ja, wauw. Ja, eigenlijk wat het voor ons betekent, heel veel. Want het geeft ons ook even de onderstreping dat we, waar we eigenlijk zitten in Doetinchem, dat we dus best wel ver zijn gekomen. Dat heel veel klanten op ons gestemd hebben, dus dat vinden we helemaal top. 2 van de 1000 uit de Achterhoek, hoe bijzonder is dat eigenlijk? Ja, ontzettend bijzonder. Want als je kijkt, van, er zijn 2 bedrijven hier uit de Achterhoek. Daarnaast zit er nog een bedrijf in de buurt van Nijmegen. En de andere 3 zitten onder andere in Zuid-Holland en eentje in Noord-Holland. Ja, als je dan kijkt van, dat er in zo'n klein gebied als de Achterhoek 2 vandaan komen, ja, dat is wel heel knap. In hoeverre denken jullie dat jullie collega Garage uit Doetinchem kans maakt op de prijs? Nou, ik zeker. Die maken ook kans op de prijs. Alle 10 maken we kans op de prijs. Het zal blijken waar we buiten komen. Is dat ook wel een beetje een tegenstelling? Het grootschalige misschien wel van Stevering naar een echt familiebedrijf hier? Nou ja, ik denk dat Stevering is ook echt typisch het familiebedrijf zoals ik hun ken. Die eigenlijk wel grootschalig is. En misschien zijn hun wel het voorbeeld wat wij misschien in de toekomst ook wel willen. Meer werkgelegenheid voor het vak. Zit ook dat de sleutel aan de auto, zit dat ook een beetje in de genen hier in de regio? Nou ja. Techniek van oudsher zit wel hier in degene. Hè? De maakindustrie en de bouw en ook natuurlijk de autobedrijven. Ja, dat komt wel iets vanuit de Achterhoek natuurlijk. Ja, het moet in je zitten. Het is een passie wat wij als heel team hebben van autobedrijf Gert Stevering. We sleutelen graag aan auto's, we verkopen graag auto's. Ja, het zit in ons. Het is een passie van ons. We zijn ook erkend leerbedrijf. We hebben veel jongens die altijd passie hebben voor het sleutelen. En ja, zoals je hoort zijn ze nu ook lekker bezig. Ja, het is aanpakken, dus daar houden ze wel van hier in de Achterhoek. Wat gaat er gebeuren als jullie ook daadwerkelijk finalist worden? Ja, feest. Vieren en ja, heel blij zijn. Ja, dan zijn we ontzettend trots. Dat zijn we nu natuurlijk al. We konden dit al bijna niet geloven dat we bij de laatste 10 zouden zitten. En moet je nagaan als we dadelijk bij de laatste 3 horen. Ik hoop dat het gebeurt. We zullen er alles aan doen.